Het is dit weekend prachtig weer. Erik Meijer en zijn gezin zouden graag buiten barbecuen, maar dat gaat niet. Ja, als wij zitten te barbecuen, krijgen we die vervuilde grond allemaal over zijn eigen bord. Dus dat risico loop ik niet. De achtertuin van de familie Meijer in Klazinaveen ligt namelijk vol met vervuilde grond. Een erfenisje van de vorige eigenaar, de heer Brian. Bij de verkoop van de woning is afgesproken dat Brian de grond zou saneren. Een jaar geleden haalt hij een olietank uit de grond, maar dan legt de gemeente de werkzaamheden stil. De grond is verontreinigd en er moeten aanvullende onderzoeken komen. Ik heb meerdere onderzoeken laten doen door de heer Sigma bedrijf. En de gemeente die zit mij gewoon dwars. Dat is gewoon geldklapperij. Maar zonder aanvullend onderzoek mag de grond niet worden afgevoerd. Met alle gevolgen van dien. Mijn kinderen hebben meer dan een jaar niet buiten kunnen winnen. Die heb ik al een jaar binnen moeten houden. Ik ga er psychisch aan onderdoor. Ik ben al meer dan 15 kilo afgevallen. En ja, ik trek dit gewoon niet langer. Hond Bindi heeft het rondlopen in de tuin niet overleefd. Die was net 5 jaar en die moesten we helaas in laten slapen. Omdat hij acute lymfeklierkanker had. En in de rapporten van Sigma staat dat hij er bezenuwd in zit. En dat is zwaar kankerverwekkend. En dat risico wil ik niet met mijn kinderen lopen. Het lijkt gewoon nergens naar. Daar is de gemeente verantwoordelijk voor. En ik vind dat de heer Meijer daar een tegemoetkoming in moet komen. Want Brian heeft zijn twijfels of de grond wel zo vervuild is. De gemeente Emmen laat in een reactie weten dat zij erop toeziet dat de grond op de juiste wijze en volgens de regels wordt gesaneerd. Ook zegt zij, wij bemoeien ons niet met de afspraken die twee burgers onderling hebben gemaakt. De gemeente heeft zich voorgenomen om bestuursdwang uit te oefenen, zodat de heer Meijer een drukmiddel heeft om de grond te laten saneren. Of de kinderen van Erik Meijer deze zomer nog kunnen buiten spelen, is nog maar de vraag.